Dames en heren, geachte aanwezigen. Het is me een grote eer en een genoegen als voorzitter van de Lustro-commissie hartelijk welkom te heten hier in de historische Kloosterkerk voor het bijwonen van de feestavond ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de populier. Mijn naam is Han Borijn. Allereerst wil ik welkom heten de vertegenwoordiger van het college van bestuur van de Stichting Lubbers Onderwijs, de heer Van Asseldonk. De voorzitter van de Haagse Colleges, de heer Van Dam. De directie van de populier. In bijzonder ook welkom de gastsprekers van vanavond, de heer Van der Kamp, de Bruin, de Haaslaar. De collega's en leerlingen die zorgen voor de muzikale bijdrage. En de samenstellers van het prachtige jubileumboek Annemarie en Godfried van Oorschot. En al diegenen die daar hebben bijgedragen. Ook welkom uiteraard alle collega's, oud-collega's, medewerkers en oud-medewerkers van de populier, leden van de ouderaad, medezeggenschapsraad, leerlingenvereniging, vertegenwoordigers van zusterscholen en andere scholen in het voortgezet onderwijs, het basisonderwijs, zakelijke relaties, alle die vergezeld door echtgenoten, echtgenotes, partners, die uiteraard ook allemaal van harte welkom zijn. En natuurlijk ook enkele leerlingen uit VWO 4, die helpen vanavond bij de catering. Vervolgens zou ik van deze plaats bestuur en directie, en natuurlijk ook alle collega's, van harte willen feliciteren met het 100-jarig jubileum. Het is iets wat zelden voorkomt en geeft reden tot dankbaarheid. We denken dan ook aan allen die in de afgelopen 100 jaar hebben bijgedragen om de school te maken tot wat er nu is. Een warm nest, zo stond er deze week in de krant. Ongetwijfeld gemaakt van populiere twijfels en bladeren. 100 jaar onderwijs, 100 jaar onderwijs in beweging, 100 jaar christelijk onderwijs en dus ook 100 jaar de uitdaging aan een iedere school om met volle opstaan vorm te geven aan de identiteit van de school. Reden om God dankbaar te zijn voor de mogelijkheden die hij bood en biedt om het evangelie van zijn zoon, wiens naam zo duidelijk verbonden is aan die van het christelijk college populier, zo lang uit te dragen aan elkaar en aan onze leerlingen. Voor het gepast vieren van het jubileum als het 100 jaar bestaan komt heel veel kijken. En dat is denk ik meteen het grootste understatement in de 100-jarige geschiedenis van de populier. En gelukkig doe je dat niet alleen. Vanaf deze plaats wil ik daarom mijn mede-commissieleden, maar ook alle collega's, hartelijk danken voor hun toonloze inzet om deze avond, de reunie morgen en de feestdagen volgende week op school tot stand te brengen. We hebben als commissie de afgelopen 2 jaar heel veel vergaderd en overlegd en dat ging altijd in een goede, ontspannen sfeer. Er is heel veel gelachen. In eerste plaats dank ik Astrid Rozenboom, Henk Orleman, Gerard de Dekker, Marielle van Dommelen en Lidie van der Valk, die alle bleken goud waard te zijn. Ik noem al gezonder tekorten willen doen aan andere niet genoemde collega's, Gerald van Es, Khaled Al-Awari, Frank de Haan en Jan Hovendoorn. Zij zullen binnenkort ook op andere wijze dan met jongeren alleen worden bedankt. De commissie vond collega Gerrit van Pelt bereid om vanavond als ceremoniemeester op te treden. En daar dank ik hem voor. Ik doe me daarom nu het zwijgen toe naar u op verzoek van de koster te wezen op de nooduitgangen in geval van calamiteiten. En nadat ik u namens de Lustro-commissie een hele genoeglijke en ontspannen avond heb toegewenst. Veel plezier.